Visueel beperkten geholpen aan nieuwe ID-kaart. De mobiele unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is afgelopen donderdag en vrijdag naar de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, geweest om visueel beperkten te voorzien van een eID-kaart. Voor de verkiezingen van 25 mei is het belangrijk dat alle kiesgerechtigden beschikken over een ID-kaart. Jorta Pinas, coördinator activiteiten van de stichting, juicht het initiatief toe omdat het voor deze doelgroep vanwege de lichamelijke omstandigheden niet gemakkelijk is om een ID-kaart te laten maken. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.